Yeah, we go on the handle. We have them at Kwawe. We go on the handle. Oh yeah. So do we do a penny? I will come to work and follow to Baka. I will contact you. So do we sound a penny and Owali penny. Somewhere Owali penny. Manke Ogoye, Eko a penny too. That Oye Bakataku a penny. That we take over slate too. Yeah. Make your one of them attack. You know them are quite make them an you, them as what to make a Sunday. So now, of course, I will find that I have to see you that you want something. De vicepresident is boos. Hij is er niet mee eens dat de mensen boos zijn. De vicepresident die is op een gegeven moment werd hij ook boos en raakte geïrriteerd en op een gegeven moment werd hij is hij een beetje erop afgegaan, heeft enkele termen gebruikt en geeft aan dat de heren geen gangsters zijn maar vriendjes en dat hij de gangster is. De vicepresident is nu in gesprek met een aantal van de protestanten, de initiatiefnemers van de actie. Ik zie dat de agenten nu wel in beweging zijn. De hele tijd waren de agenten rustig. Oh, ze zijn gestart met het verbranden van de. Het wordt heftiger, dus ze zijn gestart met het branden van ringen. Ja.
I don't know. Er werden enkele waarschuwingsschoten gelost en er wordt gegooid met dingen. Met de man ook hier, maar de man weer man. Albina na watra. Stroom no de man. Is hij model? Als ik dan is de man. De man niet carry. De man niet carry. Hey, de man niet carry. Tek alle de santi albina chabu man. Next one is like a noise. ABS pro mama simple like a noise. Hear it? Them are aware, them are wary. Them want applause, them want applause, them want it. The vice-president, Kato, eh? Make a make you a coach. Make a 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 This is your policy. I'm going to pass you. Pepe, u bent hier in, op Albina, op Griekenland. Ja, de kinderen zijn verhit, dus natuurlijk gaan we die situatie moeten controleren. Dus onder controle nu. Dus wat hier gebeurt, alles is nu rustig en de weg gaat zo open. Dus maar we hebben wel begrip voor hun actie, maar al heb je een probleem, er is geen enkele wet die je het recht heeft om de openbare orde en rust te verstoren. Ja, vandaar dat ik die oproep heb gedaan, komen jullie bij het commissariaat met iedereen, laten we het probleem oplossen. Ik ben hier gekomen, ik heb met die leiding gesproken en ik heb ook geen akkoord. Dus later gaan we praten met hen. Je bent op een gegeven moment ook verhit geworden door dit. Ja, maar omdat je hebt een paar kleine jongens hier, die de smokkelman, zeg maar, potja, zo'n smokkelman, een beetje wel op bari.
En dan zo dat mijn vriendje ook toe. Mijn WhatsApp, mijn wijruim hem op, ja. Mijn wijruim alles aan op. Maar mijn horegenen aan vriendje stemde. Maar niemand, no team boy. No team boy, nooit no team boy in disrespect. En daarmee zorgde dat mijn tijdens school, ruim, alles wordt opgeruimd. We gaan niemand de ruimte geven om de orde te verstoren. En ik neem de politie kwalijk dat ze die mensen laten doen wat ze willen. Dat kan toch niet? We leven toch in een democratieland. Je kan de weg niet afsluiten. Wie ben jij om dat te doen? Laten we alles opruimen. Direct. De vicepresident heeft opdracht gegeven dat alles opgeruimd moet worden. De brandweer is er. Nee, maar dat zo vind ik geen oplossing. Deze probleem kennen we al lang. Ik heb het al lang doorgegeven, minister. Die mensen hebben waterproblemen. Licht gaat elke dag uit hier. Internet, dat kijk, licht. Naast het van hier, kijk, weer een andere kant. Dat is niet goed. Ja, ja. We moeten die mensen ook beschermen. Wat voor garantie kunt u ze geven? Ik geef ze geen garantie. De minister van NH zegt, heeft geen geld om dat te doen. Dat moet ik doen. Maar dat elektriciteit elke dag wegvalt, de mensen hun elektronische apparaat. Dat hebben we al hier gezegd. Weet je hoeveel mensen zijn komen klaken, elektrische apparaat zijn kapot gegaan. Wie kan ze vergoeden? Mag je niet pleiten ervoor dat ze dat geld krijgen om dit te doen? Bij wie gaat pleiten? Bij de overheid. Laat ze een lijst maken, dan gaan we dat in de politieke top bespreken. Ja. Maar niet dit. Dit ga ik echt niet accepteren. Ik ga dit niet accepteren dat mensen de weg gaan komen barricaderen. Ja. I'm not going to say more. I'm out of here, man.